Bij het zwembad in Kessel werd er vrijdag door de school een sponsorloop georganiseerd voor Oekraïne. Elk kind probeerde zoveel mogelijk rondjes te rennen. Je kijkt hoe hard ze rennen voor de Oekraïne. Goed gedaan, man! Iedereen heeft vandaag gerend voor de sponsorloop? Groep 3 tot en met 8. En groep 1 en 2 hebben daar net met alle instrumenten de kinderen van groep 3 tot en met 8 aangemoedigd. Dus het was een prachtig beeld. Dus we zijn echt met heel de school van 1 tot en met 8 voor het goede doel voor de Oekraïne vandaag de dag doorgebracht. Super! Ja. De week na de carnavalsvakantie waren de kinderen zo vol van de verhalen en de ellende wat ze zagen op televisie, dat we eigenlijk nog maar één vonkje nodig hadden en zeggen van we gaan het oppakken. Ja, en de kinderen hebben 2 weken lang een super hard actie gevoerd en ja, jullie hebben zelf het eindbedrag gezien. Ja, sprakeloos. Super goed gedaan door de jeugd hier. Niet alleen door het rennen bij de sponsorloop werd er geld opgehaald. De kinderen deden de afgelopen weken ook klusjes. Hoe was het? Ja, het ging wel goed. Hoeveel rondjes heb je gerend? Heb je het bijgehouden? Ja, best wel. Ik denk zo'n 20. En je hebt ook nog klusjes gedaan op school of thuis de afgelopen tijd? Ja, ik heb geld zeg maar ingezameld. En ja, dat was het wel. Wat vond jij ervan? Ja, was wel leuk. Goed doorrennen. En met welke klusjes hebben jullie allemaal gedaan op school? Of thuis? Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb thuis vaatwassen gedaan om geld in te zamelen voor Oekraïne. En ja, mijn vrienden. Ja, drinken verkopen en alles ging wel goed top. Ja, het leeft enorm. Kinderen die schrikken daarvan. En je probeert daar in de klas proberen daar wel over te vertellen. Want het is af en toe, ja, het is harde realiteit. Maar de kinderen die gaan daar goed mee om. Vragen worden beantwoord in de klas. We besteden er gewoon heel veel tijd aan. En ja, gezien ook de actiebereidheid en wat het ook heeft opgebracht, was dit gewoon een schot in de roos.